Volk van Suriname, goeiedag. Het moment is weer aangebroken om de geldende regels met betrekking tot COVID-19 met u te delen. We zijn nu twee weken verder. We hebben ons als natie ingezet om het tijd te doen keren. Dankzij de effectieve maatregelen en de handhaving daarop is het aantal besmettingen enorm gedaald. Gelukkig. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de intensive care vertoont eveneens een sterke daling. Met genoegen zeg ik dus ook deze keer dank aan elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld. Met uw gedrag. Zorgt u ervoor dat er steeds betere tijden komen? We zijn er echter nog lang niet. Daarover roep ik er niet op: houdt u zich aan de regels. De cijfers zeggen ons namelijk dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. Ik moet mededelen dat er een kleine uitbraak in Apura was. Er zijn tijdig en adequaat isolatie- en quarantainemaatregelen getroffen. Hierdoor is de uitbraak inmiddels gemitigeerd. De situatie daar is dus voorlopig onder controle. De afgelopen twee weken stonden in het licht van implementatie van protocollen voor de diverse sectoren. Er is strikt toezicht op handhaving van deze protocollen. Controle vindt dagelijks plaats. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Maar de nodige aanmaningen worden wel gegeven. En er zal niet worden geschroomd om tot sluiting over te gaan indien daar aanleiding toe is. We bedanken alle sectoren voor hun getoonde wil en inzet om dit nieuw normaal veilig en draaglijk te houden. Intussen wordt door het Outbreak Management Team doorgewerkt aan de totstandkoming van protocollen. De protocollen voor scholen, internaten. Crashes en kinderdagverblijven, als mede die van lijkbewassing zijn afgerond. Deze protocollen zijn allemaal te vinden op de website van het BOG, www.bochsuriname.com. We bereiden ons voor op de opening van de scholen. Daaromtrend is er een veelheid aan informatie die noopt tot bijzondere aandacht. De betrokken ministers richten in dat kader een apart persmoment in op maandag 28 september om u als samenleving omstandig te informeren. Volk van Suriname, ik condoleer mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19-virus. Vanaf maart 2020 is het leven in Suriname drastisch veranderd. De maatregelen die de regering treft zijn dus steeds dringend en dwingend van belang. We begrijpen dat deze maatregelen indruisen tegen uw normaal voortbestaan en bewegingsvrijheid. Echter, dames en heren, is het een zaak dat wij ons allen aanpassen aan het nieuwe normaal. Een normaal waarbij deze regering steeds rekening houdt met balans tussen sociale, economische en financiële gevolgen van deze pandemie. Zoals u heeft kunnen zien, hangt het verloop in Suriname geheel van onszelf af. U en ik zijn het antwoord op de COVID-19-pandemie. En ik benadruk daarom mijn woorden van de vorige keer. U bent de eerste verantwoordelijke voor het welzijn en de gezondheid van uzelf, uw gezin en familie. Terwijl we aandacht besteden aan het beheersen van de COVID-19-epidemie. Kijkt de regering ook naar andere gebeurtenissen in binnen- en buitenland? We zien onder andere de trend in Europa, met name Nederland. Terwijl we hier in Suriname een stabiele situatie ervaren, maken vele landen in Europa momenteel een stijging van COVID-infecties mee. We blijven de uitkomst nauwlettend volgen. Wij stemmen onze protocollen steeds met voorschrijdend inzicht af op de huidige realiteit. We zien dat wereldwijd landen worden getroffen door een nieuwe golf van de COVID-19-pandemie. Wij roepen de samenleving dus op om alert te blijven. Het gevaar van een nieuwe golf, een nieuwe piek is reëel aanwezig. In het kader van normalisatie hebben we de afgelopen week de gefaseerde herstart van het openbaar vervoer gehad onder strikte naleving van de protocollen. De komende week staat in het teken van de start van het nieuwe schooljaar. Deze twee uitdagingen, namelijk het openbaar vervoer en het onderwijs, zullen continu in de gaten worden gehouden. Het zijn situaties waar veel mensen bij elkaar komen. De kans op eventuele verspreiding van het virus zal laag blijven, indien de protocollen en preventieve maatregelen goed worden nageleefd. Landgenoten. Vanaf maandag 28 september tot en met zondag 11 oktober gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. Draag uw mond- en neusbedekking. Neem de van anderhalve meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water. Of gebruik een handsanitizer. Maatregel nummer 1. Het uitgangsverbod is ingesteld van 21 uur, dat is 9 uur s'avonds, tot 5 uur in de ochtend. Deze aanpassing is mede tegen de achtergrond van de heropstart van de middag- en avondscholen. Buiten de tijden van het uitgangsverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel nummer 2. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Geachte dames en heren, hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel nummer 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan. Uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Maatregel nummer 4. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Onverkort blijf van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. Maatregel nummer 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg. Of over het water is uitsluitend toegestaan met in achtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel nummer 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dansings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Maatregel nummer 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal. Of bezorging open. Met zij beschikken over terrassen in de open lucht. Verder zijn opengesteld recreatieorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kanspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport en fitnesscentra of gelegenheden. Contactberoepen zoals fysiotherapeuten, kapsalons, kappers- en barbershops en markten. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-maatregelen. Maatregel nummer 8: Met betrekking tot de internationale vluchten. De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Hierbij gelden de volgende voorwaarden. Het kunnen overleggen van een negatieve COVID-19 test. Verplichte quarantaineperiode van 10 dagen na aankomst. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van de luchthaven zorg en hoop. Vernoemde maatregel hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. We streven naar normalisatie van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname. De vluchten krijgen in steden van repatriatie een commercieel karakter. Betrokkenen kunnen hun tickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen aanschaffen. Het overleggen van een negatieve COVID-test voor het instappen en tien dagen quarantaine in een door de overheid aan te wijzen faciliteit en op eigen kosten zijn verplicht. De vluchten zullen ook steeds een beperkte capaciteit hebben. Verder zullen naast de Surinaamse regels. Ook de regels van de internationale luchtvaartorganisatie IKO en de internationale reisorganisatie IATA in acht genomen moeten worden door de luchtvaartmaatschappij. Ten aanzien van de vluchten naar het binnenland. Deze worden hervat met in acht nemen van de protocollen en na doorlichting van de airport Zorg en Hoop door eventueel CASAS. Als er sprake is van een lokaal uitbraak in de districten zal er een samenspraak met de districtcommissarissen worden besloten om eventueel het luchtruim te doen sluiten. De aanstaande openstelling van het luchtruim voor het binnenland is mede in het kader van de bestrijding van mogelijk de armoede. De hotspots waar eventuele toenames van besmettingen komen zullen duidelijker worden aangegeven. ...zodat mensen worden ontmoedigd. Er wordt continu dialoog gevoerd tussen de stresscommissarissen, bestuursambtenaren, het traditioneel gezag en dignitarissen. Er wordt onder meer gesproken over het aanpassen van de tradities in het binnenland aan de COVID-situatie... ...in nauw samenspraak met het traditioneel gezag. We blijven de situatie in het binnenland monitoren. Ten aanzien van de handhaving... Er is een COVID-quick response team ingezet. In dit kader zal het verkort nummer 105 worden geïntroduceerd. Ook voor deze aanpassing komt er een persmoment. Het team is enthousiast en is voorzien van de nodige beschermingsmiddelen en materialen, meer bekend als de PPE en overige utiliteiten. De regering zal elke week blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief zijn en of aanpassingen van de maatregelen in de zin van verscherping van de maatregelen noodzakelijk is of dat juist een verlichting van de maatregelen mogelijk is. Beste landgenoten. Het is onwaarschijnlijk dat we binnen korte tijd dit virus als een gepasseerd station kunnen beschouwen. De noodzaak bestaat dus om extra op onszelf en op elkaar te letten. Structureel komen diverse sectoren weer op gang. Dit proces kan alleen goed verlopen als een ieder zich houdt aan de regels en voorschriften. We zijn de gezondheidswerkers, zeer erkentelijk voor hun bijdrage en zorg. Voor alle andere sectoren spreken wij een woord van bemoediging uit... Naar werknemers en werkgevers. Volk van Suriname, we gaan het samen doen. Voor ons allen, voor onze kinderen, voor ons geliefde land Suriname. Dank u voor uw aandacht.